Het parkeerterrein De Talud in Tiel is tijdelijk in twee delen gesplitst. Dit is een voorbereiding op het kentekenparkeren en dit is een systeem om achteraf te betalen voor het parkeren. De gemeente Tiel wil volgend jaar een en ander in gaan voeren. Het achterste gedeelte wordt ingericht voor vergunninghouders. Nu wordt het terrein weinig gebruikt, maar de verwachting is dat na invoering van het achteraf betaald parkeren het gebruik zal toenemen. Doorgang met de fiets of lopend naar de Jacob Kremerstraat blijft mogelijk. Als er extra parkeerplaatsen nodig zijn, bijvoorbeeld bij hoogwater of bij evenementen, wordt de doorgang weer vergroot en is het gehele terrein weer beschikbaar.